In die end, bla bla bla, daar is de wereld gewoon bla 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 geld. Nee, maar echt waar, dat is echt waar. Welkom allemaal in de Balie. Welkom bij dit programma Paradigma No Logo. Ook over Naomi Klein en over haar boek No Logo. Normaal gesproken dan zet ik altijd de persoon altijd pontificaal op het programmapagina. Alleen in dit geval leeft ze nog. Dus dan was ik bang dat, dat jullie dachten dat Naomi Klein hier zou komen. Dus heb ik het programma dit keer No Logo genoemd. Want dit is een programma in een serie, de Paradigma-reeks. Dat zijn boeken die worden uitgegeven door Athenaeum Uitgevers in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Boeken uit de vorige eeuw. Boeken, non-fictieboeken die ons denken blijvend hebben veranderd. Waarvan de Groene en Uitgeverij Athenaeum denkt van, die moeten we weer opnieuw uitgeven. Want soms zijn ze ook in de vergetelheid geraakt of zijn ze helemaal niet meer te verkrijgen. En de vertaling daarvan, het is ook een vertaling, die stoppen we in een nieuw jasje. Een mooi voorwoord erbij, in dit geval van Marian Donner. En dan kan iedereen weer lezen wat daar allemaal in stond. En in dit geval dus het boek No Logo van Naomi Klein uit 1999. Een aanklacht tegen de globalisering en supermerken. En vertaald door Marjolein Stoltenkamp. Nou, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen altijd deze avonden eigenlijk dicht bij het werk. Wat staat er eigenlijk precies in? Nou ja, niet precies natuurlijk, maar wat staat erin? En wie was Naomi Klein of wie is Naomi Klein? En dan gaan we steeds waaieren, steeds meer uit en komen we ook steeds meer richting het nu. Zijn eigenlijk de theorieën die in het boek zijn beschreven, zijn die ook uitgekomen of zijn die juist weer nog verder gegaan? Dat is eigenlijk wat we gaan doen. En daarmee, dat gaan we doen met Marian Donner, die de hele avond naast mij zit. Schrijver, filosoof, columnist, ook voor De Groene. Ze schreef het zelfverwoestingsboek en De Grote Weigering. Een essay over klimaat en kapitalisme. Kwantummechanica en miljardairs op Mars. En dus ook het voorwoord in deze nieuwe uitgave. Welkom. Dank je. En ja, wanneer las jij eigenlijk het boek No Logo voor het eerst? Ja, is hij? Ja, ja oké. Okay. Nou, om heel eerlijk te zijn, begin dit jaar voor het eerst. Toen ik voor de inleiding werd gevraagd. Maar het is wel heel erg een boek wat veel mensen, of van zekere leeftijd, in hun kast hadden staan. Maar ja, dan niet echt aan toegekomen om te lezen. Terwijl het wel heel invloedrijk was. En ik weet ook nog heel goed in de jaren 90 en dat het uitkwam. En dat zij een soort... Want hoe ging dat dan toen het boek uitkwam? Nou, ja, ze zegt het zelf ook. Wat ze eigenlijk doet in No Logo is een overzicht geven van een decennium, dus de jaren 90... waarin het verzet steeds meer groeit tegen kapitalisme, maar groot kapitaal tegen grote bedrijven. Het is heel grappig om te lezen dat ze ook... Ze heeft zelf ook een soort ontwaken als ze op de universiteit zit. En dan beschrijft ze heel erg dat begin jaren 90... het debat nog heel erg gekaapt is door identiteitspolitiek. Oké, ja. En dat het heel erg gaat over wie is er vrouw, wie niet, wie van kleur, wie niet. En dan schrijft ze al, godzijdank is dat nu voorbij. En begrijpen we nu dat er een gemeenschappelijke vijand is tegen wie we ons moeten richten. En dat was in de jaren 90, herinner ik me dat ook, met veel demonstraties. Ik herinner me niet echt in Nederland. Ik was zelf ook niet een hele actieve actievoerder. Maar wel dan in de Verenigde Staten. En daar was dan de Battle of Seattle tijdens de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie. En dat liep uit op rellen. En dat was heel cool, vond ik. Want die gemeenschappelijke vijand was? Ja, nou ja, dus wat ze noemt het woord kapitalisme eigenlijk niet. Of één keer of zo. Dus ze maakt het heel concreet. Dus de multinationals, de echt hele grote bedrijven die over landsgrenzen heen gaan en eigenlijk machtiger zijn geworden dan staten. Vaak ook meer geld hebben dan weet ik veel, Albanië. Dus als ik het goed heb, was er al een bepaalde beweging en heeft zij daar een boek bij geschreven? Ja, ja, ze wilde een overzicht geven van de ideeën die er waren, alle bewegingen die er waren en als een soort, en dat maakt het dus heel... Nou, een beetje droevig om het in deze tijd te lezen, want het is een heel optimistisch boek. En van, ze wilde energie pakken die in de lucht hangt, waardoor eindelijk er echt iets gaat veranderen. En die energie grijpt ze ook heel goed. En het is daarom heel inspirerend om te lezen. Alleen als je dus 25 jaar later terugkijkt, is het wel een beetje van... Nou, dat was niet helemaal uit de verf gekomen. Of het liep wat anders dan we dachten. Ja, want wat was de aanklacht die zij doet in het boek? En die er ook toen leefde? Ja, dat dus de multinationals eigenlijk alles gekaapt hebben. De ruimte waarin we ons bewegen. De straten, voorzien van overal reclame... logo's die overal worden opgeplakt. De kunsten die gekaapt worden via sponsoring. Maar ja, ze maken het dus heel beeldend door dat logo... wat overal op terechtkomt, ook op onszelf. En een eenheidsworst die daarmee wordt gecreëerd... waarin alles op elkaar begint te lijken. Het meest herkenbaar in een winkelstraat. Of je nou hier door de Kalverstraat loopt... of in Antwerpen of in... Nou, veel verder weg. Het lijkt heel erg... Overal zit een H&M, overal zit een Zara. Je kan overal dezelfde spullen kopen. Dus het is die ruimte. En het is dus een oproep om de ruimte terug te pakken eigenlijk. En heel veel verzet wat ze ook beschrijft. Ik vind het zelf heel inspirerend. Het gaat er dus ook om... om de ruimte letterlijk terug te pakken. En noemt ze een straat... die voor de sloop rijp is, maar die dan ingenomen wordt door kunstenaars. Er zijn ook heel veel verschillende mensen... die uit verschillende hoeken destijds samenkwamen in hun verzet. Ja, nou laten we er eentje ook bij uitnodigen. Niet aan tafel, maar hier op het podium. Kees Stad, publicist, activist en anders globalist. Ik weet niet of je dat zelf ook dat woord gebruikt. Anders globalist... Was wel, toch? Dat was echt dat is, woord. Eigenlijk was dat een stempel die verzonnen werd om ons een naam te geven. Maar we waren ook wel een beetje moeilijk te vatten, denk ik, in die tijd. Dus, ja. Als je het zelf probeert te vatten, hoe je er in die tijd, laten we zeggen rond de 2000, rond de eeuwwisseling, bij liep. Waar moet ik dan aan denken? Ja, jij zei, je kan je Nederlands niks herinneren, maar misschien kan je nog... Dicht aan mij, hoor. Ja, nee, maar misschien kan je nog de Eurotop van 1997... die hier in Amsterdam was, herinneren. Die maakte daar onderdeel van uit. Al die Europese leiders komen hier naartoe... en dat wordt dan met een hele hoop politie afgeschermd... en allerlei demonstranten proberen daar dan bij te komen, om het zo te zeggen. En dat gebeurde eigenlijk bij al die grote topconferenties toen van... de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, dus de IMF en de Wereldbank. En die in Seattle in 1999, die werd dusdanig goed omsingeld door demonstranten... dat die feitelijk geblokkeerd werd. Die kon niet doorgaan. En toen kwam zij met dat boek. Eigenlijk kwam dat precies daarna uit, die uitlegde van wat hier nou eigenlijk aan de hand was. Want het waren vreemde coalities van boeren en feministen en... inheemse volkeren en consumenten, organisaties... die allemaal eigenlijk zich tegen vrijhandel... of die grote neoliberale agenda die toen ontvouwd werd... zich probeerden te verzetten. En mijn theorie is nog steeds dat als dat doorgezet had... want het werd toen heel snel heel groot... toen kwam er een enorme klap... het momentum werd helemaal weggehaald door die aanslagen van Al-Qaeda in New York... en de war on terror die daarop volgde. Als dat niet was gebeurd, dan had de wereld er heel anders uitgezien. En dan hadden we nu veel van de in ieder geval doorgecommercialiseerde... en geliberaliseerde ellende niet gehad. En dan wil ik nu Diederik Koopal naar voren vragen. Nederlandse filmregisseur, reclamemaker. Vanaf 2008 trok je je steeds meer terug uit de reclamewereld... om je meer te richten op het regisseren van bioscoopfilms. Ja. En je debuut was Marathon in 2012. En ook regisseerde je Bloed, Zweet en Tranen over André Hazes. 2015 was dat. Want Naomi Klein die beschrijft in haar boek dat je dus op een gegeven moment kreeg dat er dus niet meer een product werd verkocht, maar dat er een bepaalde sfeer werd verkocht. Of, ja. Ik heb je gevraagd of je in ieder geval ons wil meenemen hoe dat dan gaat in jouw hoofd als je dan zo'n commercial maakt. Daarvan kunnen we er eentje laten zien. Maar wilde je eerst dan daarover vertellen? Of dat zal ik eerst laten zien? Kuppensoep, ja. Nou ja, kuppensoep was een ding. Dat werd verkocht aan huisvrouwen. Hè. De oude reclame voor 1998 was, laat maar zeggen. Wilden ze die soep... Die wilden ze als een soort van alternatief voor thee. En dus hadden ze bedacht, dat zijn huisvrouwen. Want het is een vrij conservatieve organisatie. Dat zijn huisvrouwen. En niet eens zo groot was die markt dan ook weer niet rond 2000. Is, kijk, nog steeds, hè, je wil wel anders, maar hè, nog steeds. Ik werk nu bijvoorbeeld af en toe voor, adviseer ik dan supermarkten. Dus ik hoor dan wel eens wat gegevens. Maar hè, het mag allemaal niet meer. Maar ze zeggen dan wel tegen mij, ja Diederik, als je nou reclame maakt, bedenk wel... dat vandaag, anno 2024, 85% van de boodschappen wordt gedaan door vrouwen. Weet je wel, dus je kan, het is niet zo dat die wereld ineens helemaal is veranderd. Dat was namelijk toen ook al. Weet je wel, dus, maar is dat dan ook zo, 85%? Nee, maar kijk, het grappige is, toen had Unilever de gedachte dat al die huisvrouwen thuis zaten. En te wachten op de kinderen en dan gaven ze soep. En toen uiteindelijk ook weer onderzoeken bleek dat veel van die huisvrouwen toch ook alweer werkten. De parttime werkten en wat dan ook. En toen zeiden we ook, dan moeten we het anders aanpakken. En laten we nou de markt vergroten, want dit soort bedrijven in het algemeen zijn bezig met hun producten verkopen. Dat betekent, ze veroveren gebied. Ze zijn altijd bezig. Elk bedrijf is bezig met het veroveren van een gebied. En dan kan je... Iedereen om hem heen kan zeggen wat hij wil en er kunnen allerlei dingen zijn. Dat is hun focus. Maar mag ik... Ja? Wat vind jij dan, dus wat Joeri net heeft verteld... over hoe de stad, dus ja, eigenlijk... Ja. Naomi Klein noemt het woord gekoloniseerd... maar omdat we continu, dus waar je ook bent... belaagd worden door die reclameboodschap. Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk dat is echt heel jammer dat dat zo gebeurt. Dat meen ik echt. Maar dat is wel een overheidsbeslissing. He, dat een gemeente kan zeggen, we stoppen ermee. Maar daarmee lopen ze miljoenen mis. Maar dat is de afweging die ze maken. Als je bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt op een partij... allemaal die zegt van, moet je horen, al die reclames die gaan we echt decimeren. En we gaan kunst geven, we gaan dit en dat. Zou je daarop stemmen? Ja, ik zou, als er meerdere punten zijn die ook op mij overeenstemming komen, wel, ja. Dus nee, maar dat lijkt me geweldig. Ja, nee, dus dan eigenlijk zeg je, ik deed het omdat het gewoon kan. Ja. Omdat die wilde, en want het is ook zo, inderdaad, ja. De publieke ruimte wordt verkocht door de overheid. Het is niet een... of in samenspraak, of wat was het? In creatieve relatie. Ja, ja. Ja, dus ja, dat is natuurlijk kul, maar zo wordt het gebracht. He, want, kijk, het is waarom is de kunst het van het brengen. Wat bedoel je daarmee? Dat kunst? Nou ja, kijk, het ruilconcept. Oftewel, ze zeggen van nou, we gaan al die posters ophangen... en dan maken wij het bushokje schoon of zo. Dat is de deal. Maar het gaat alleen maar om geld. En in die end, bla, 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 daar is de wereld gewoon bla, bla, bla geld. Nee, maar echt waar, dat is echt waar. Volgens mij verdient de overheid, dat heb ik niet paraat... maar niet per se heel veel met die reclameverhuur... of hoe dat dan ook werkt. Ja, dat is dan de deal, dat is een slechte deal dus. Ja, het is ook omdat het zo genormaliseerd is. Daarom is het heel fijn, vind ik, om zo'n verhaal van jou te horen. Want heel veel mensen... Het valt je nauwelijks meer op, zeg maar. Als je door de stad loopt en een soort hele gevel bedekt is... door een man in onderbroek of weet ik veel. Ja. Dat is zo genormaliseerd. Maar het kan natuurlijk ook anders. Er was ooit zo'n tegenlicht-uitzending over Genève of zo... waar ik... Ja, waar reclame verboden is. Dat kan gewoon in de publieke ruimte. En dan krijg je een hele andere... Maar dat wordt bepaald door de overheid. De overheid. Ja, nee, absoluut. Ja. Weet je wel? Dus als die overheid op een gegeven moment wakker wordt, om het zo maar te zeggen, jezus, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen? En ik ben het helemaal met Juri eens, hè, dat het doodzonde is dat er gewoon niet meer ruimte is voor dit soort dingen. En dat alles volgehangen wordt met alle grote merken. Hè. En die grote merken hebben hele diepe broekzakken. Hè, dus die kunnen eigenlijk ook alles doen. En hun methodes, hè, die zijn echt wel anders dan pak een beetje 20 jaar geleden. Ik verkocht hier nog poedersoep. Ja. Ik wil graag onze laatste spreker er ook bij vragen. Nina Pierson. Je begon in 2011 als co-founder van Pub Agency, gespecialiseerd in concept, branding en design. Ondernemer achter de saladebarketen Sla. Je schreef ook het boek Mama over moederschap en hebt ook een gelijknamige podcast. En het leuke is dat... eigenlijk, Diederik, waar jij je langzaam terugtrok uit de reclamewereld... Ik doe wel dingetjes, hoor. Dus jongens... heel langzaam. Kwam jij er rond die tijd dus in. En is het ook weer een hele andere wereld eigenlijk. Ik weet niet of je het zelf überhaupt zou noemen als reclamewereld. Maar waarin mensen eigenlijk zelf een merk worden. Maar zie je dat eigenlijk zelf ook zo? Ja, het is wel een grappig verhaal, want 10 jaar geleden stond mijn beste vriendin op ons huwelijk tijdens de ceremonie te spreken. En toen hoorde ik eigenlijk voor het eerst de woorden het merk Nina Pierson. En dit is 10 jaar geleden en ik was er zelf ook nog wel veel eerder in mijn carrière. Nog in het begin en nog helemaal niet zo... Ik was er sowieso zelf ook niet bewust mee bezig. Maar dat was toen voor het eerst dat ik eigenlijk van een ander hoorde van... oh, iemand ziet mij als een merk. En ik vind het wel iets fascinerends van wat is dat dan? Wat maakt iemand een merk? Dat jij... Nou, nou precies zoals bij een bedrijf... dat jij eigenlijk, jouw leven is de reclame, je market, mensen... Ja, ik weet niet precies, weet je, hoef ik ook niet te weten, dus hoe je je geld verdient. Maar als jij, ik noem maar wat, producten aanprijst in online video's, en je wordt daarvoor betaald, dan heeft dat niks met product. Maar dan die bedrijven kijken naar wat is jouw imago en jouw kijkers, volgers, die bewonderen jou als persoon, als geheel, als de feel. Dus jij geeft ook een soort feel. Maar dat moet je natuurlijk wel over nadenken. Van wat breng ik wel in beeld, wat breng ik niet in beeld. Dus je market in dat opzicht, market jezelf. Dus in dat opzicht word je ook... Ja, en product en producent, want je... Ja, twee dingen wat ik daar ook op kan inhaken is wat ook wel interessant is, is dat inderdaad op een gegeven moment ontstaat er een merk, heeft een bepaald beeld met allerlei associaties en aannames en het gaat eigenlijk los van de persoon leven. En ik heb ook gemerkt dat op een gegeven moment hebben mensen een bepaald beeld van mij ook zelf in hun hoofd gecreëerd van de gezonde goeroe. En dan ook al verspreid ik vaak genoeg zelfs een fotootje van mezelf met een sigaretje op een festival en dat ik daar heel erg van hou. Maar mensen lijken dat dan ook niet meer te zien, omdat ze gewoon zo dat beeld van dat merk in hun hoofd hebben. Dus je kan er moeilijk dan weer tegenop boksen. Ja, dat hebben we net ook meegemaakt. Toen we elkaar aan de telefoon hadden. En ik zei, Marian Donner zit er dan naast. Die heeft het zelfverwoestingsboek geschreven. Eigenlijk het omgekeerde dan alles waar jij voor ik ga ook af en toe los op een festival. Maar dat wordt gewoon niet gezien. Maar ik denk ook wat het interessant is, in ieder geval als ik ook kijk naar hoe de reclame er 20 jaar geleden uitzag en hoe dat nu is en waar dan volgens mij de angel zit, is... en ook in de openbare ruimte, het is heel duidelijk onderscheid. Dit is reclame. En dit is niet reclame vanuit inderdaad een commercieel bedrijf ingeven. En dat is nu natuurlijk met het hele influencerwereld... is dat allemaal onduidelijk geworden. Wanneer is iets reclame en wanneer niet? Dus volgens mij zit daar ook nu, als we kijken naar het grootste probleem van deze tijd... is inderdaad dat mensen gewoon niet meer doorhebben wanneer ze naar een reclame kijken. Maar het interessante is dus ook dat mensen dat ook niet zo heel veel uitmaakt. Dat dus nu als een influencer niet duidelijk heeft gemaakt. Ik las daar een artikel over. Niet duidelijk genoeg heeft gemaakt. Dit is reclame, want dat moet je eigenlijk wel doen. Ja. Maar dat niet duidelijk heeft. Dan de volgers vinden dat helemaal niet erg. Want die zijn heel erg verbonden aan jou. Dus die gunnen jou alles. En ook dat geld wat je krijgt. En vroeger, in mijn tijd, was dus veel meer, was sell-out, was zo'n scheldwoord. Dat je niet voor jou, maar voor... maar dat je je uit zou, dat je jezelf zou verkopen. Of, maar nu is dat veel normaler, omdat dat veel geaccepteerd... bijna alles is transactioneel geworden. En je kan alles als een etalage zien. Mensen zetten zichzelf op LinkedIn in de etalage. Mensen zetten zich op Tinder in de etalage. Dus iedereen, tot op een bepaalde hoogte is iedereen een product geworden. Ja, zonder dat je meteen daar... En dat is denk ik ook het gevolg daarvan is dat je dus niet meer heel veel geld hoeft mee te nemen om uiteindelijk gezien te worden. Je kan dus op heel veel andere manieren nu, kan je jezelf op dat podium hijsen. Ja, en het goede, dat is heel erg voordeel aan internet, is ook dat je veel meer controle hebt als je beroemd bent of influencer, over welk beeld jij naar buiten brengt. Terwijl je vroeger, weet je, als filmster was je veel meer een slachtoffer. Als tussenpersoon. Ja, van tijdschriften en zo. Dus er is aan de ene kant veel meer controle naar de gebruiker gaan. Aan de andere kant is het dus wel een samenleving ontstaan waarin eigenlijk alles een product is gekocht en waarin heel erg de tijdsgeest heerst van je moet jezelf optimaliseren. Hoe beter je verkoopbaar bent, hoe groter je marktwaarde, zeg maar, hoe succesvoller. Succes is veel volgers en veel. Ja. En dat is niet per se een hele fijne samenleving. Ik nog heel even ook inhakend op wat jij zei, want mensen zeggen dan misschien wel, ik vind het niet erg als ik voor de gek gehouden word, maar dat hoeft nog niet te zeggen dat het niet erg is. Want ze hebben misschien ook zelf ook niet zo door wat dan de verstrekkende gevolgen zijn van dat onbewust beïnvloed worden. Je ziet het ook in de food. Een heel interessant boek net ook gelezen wat hier een beetje op inhaakt van Teun van de Keuken. De mensen een plofkip. Hier ook een programma over, kan je ook terugzien. Over ik heb ook iets te verkopen hier. Ja, en dat is ook inderdaad van we hebben eigenlijk niet zo door van hoe erg is het nou en hoe groot is die invloed van de voedingsindustrie. Maar als je dan net ziet van 80% van de reclame die wordt gemaakt is gewoon allemaal ongezond. Er is gewoon geen geld voor biologisch en gezond. Dus mensen hebben op het moment dat ze beïnvloed worden helemaal niet zo door wat de gevolgen, de ernst van de gevolgen zijn. En heb je zelf wel eens dat je daar dilemma's mee hebt? Want je krijgt ook veel inkomsten binnen door wat je eigenlijk verkoopt op Instagram. Nou, er is wel één positief ding. Want ik zat toevallig vandaag over een heel gesprek over economie van het moederschap. En hoe eigenlijk als vrouwen moeder worden dat dan het inkomen gemiddeld met 46% achteruit gaat. Ten opzichte van mannen bij wie het inkomen 0% achteruit gaat. Of zelfs vooruit, nog steeds in deze tijden. Alleen in de wereld van influencing verdienen ze meer dan mannen. Dus dat is zeg maar een soort van positief iets eraan. Maar goed, over dat dilemma. Ja, voor mij is het mijn hoofdinkomstenbron. Ik ben uit elkaar met de vader van mijn kinderen. Dus ik run een eengezinshuishouden. Het is voor mij ontzettend belangrijk om mijn geld daarmee te verdienen. Dus het is ook gewoon mijn business. Instagram bedoel je? Instagram, ja. En op welke manier dan verdien je daar geld mee? Dus samenwerkingen en met bijvoorbeeld met merken. Ik ben ook benaderd door Shell. Die heb ik wel afgewezen. Ik ben benaderd door McDonald's. Heb ik ook afgewezen. Ik heb gelukkig... Hoe ziet zo'n samenwerking dan uit voor mensen die niet thuis zijn in die wereld? Zeker. Ja, we spreken met elkaar een bedrag af. Zij komen met hun marketingcampagne. En dat kan soms heel uitgebreid zijn. Maar soms is het alleen een bepaalde product wat ze dan op dat moment willen uitlichten. En dan heb ik daar creatieve vrijheid in. Dus bijvoorbeeld een samenwerking was met Brabantia. En dat was een droogmolen. Een wasmolen waar ik mijn was aan kon ophangen. En daar heb ik gewoon met een creatieveling, een filmmaker, een filmpje van gemaakt over de keerzijde, zeg maar, we hebben allemaal grote wensen. En de wens is een mooi huis, veel kinderen. Maar we klagen dan ondertussen elke dag over de consequentie van die wensen die gerealiseerd zijn. Namelijk heel veel was doen. Dus daar kreeg ik bijvoorbeeld heel veel creatieve vrijheid in. Maar, plaats je dan op Instagram, zeg maar. En dat plaats ik op Instagram. Ja, dus dat is gewoon reclame. Het is gewoon inderdaad hetzelfde. Televisie of in tijdschriften. Waarin ik dan dat wel met een hashtag ad. Wat dus nu, er komen steeds meer komt steeds meer regelgeving. Omdat het wel in die zin wel een probleem is. Dat het gewoon totale wildgroei is aan reclame. En we hebben het niet meer door, zeg maar. Dat we platgegooid worden mee. Mag ik dat? Ja. En ben je dan... Niet te vragen. Ik vraag me dan... hoe ben je daarmee bezig met volgers die jouw leven zien... en denken, oh, dat leven wil ik ook. En dan misschien niet zien achter de schermen. Of weet je, want het is natuurlijk altijd een mooi beeld. Misschien met soms een verdrietig moment. Maar gedoseerd, maar meestal. Want het is een reclame, zeg maar... Dus het moet aantrekkelijk beeld zijn voor volgers. Waardoor dus wel heel veel... dat wijst onderzoek steeds weer uit dat jonge meisjes dus ook... dus daar zichzelf minder kunnen vinden... omdat zij er niet zo uitzien als influencers. Niet zo'n leven hebben. En ik zeg niet dat dit allemaal jouw verantwoordelijkheid is. Nee. Om daarmee bezig te zijn. Maar... Ja, het is inderdaad zo lastig. Het blijft altijd een momentopname. Als ik inderdaad... ik ben nu zwanger van mijn 4e... en ik heb in het eerste trimester bijna het gevoel gehad... van ik zit in een depressie door al die hormonen, schommelingen. En dan heb ik gewoon automatisch totaal geen zin om iets te posten. En dat is dan zo'n berg waar ik tegenop zie. Dus dan post ik inderdaad niet. En als ik me beter voel en heel veel energie heb... dan heb ik allemaal inspiratie om te posten. Dus het is inderdaad, het is ook niet een soort van slechte intentie die erachter zit, maar je ontkomt er niet aan. Maar bij mij, in die zin denk ik dat ik iets anders ben dan misschien de standaard influencer. Bij mij zitten er wel hele epistels en overpeinzingen en verhalen achter de posts die ik maak. Maar dan nog is het altijd natuurlijk maar een fractie van de gehele werkelijkheid. Dus daarom vind ik het wel heel belangrijk. En dat doe ik nu ook. Dus je krijgt als influencer ook allerlei dingen cadeau, bijvoorbeeld. En dat zelfs als ik iets cadeau krijg en het deel... dan deel ik dat wel, dat ik het cadeau heb gekregen. Om wel een soort van... duidelijkheid. En wat voor dilemma's kom je dan tegen? Dat je denkt, want ik bedoel, je verkoopt... voor gedeelte verkoop je je eigen product. Dus je boeken, je podcast. Grotendeels, je Sla. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daar sowieso achter staat. Ja. Maar er zijn ook producten van anderen die je verkoopt. En dan moet je dan wel... een keuze maken wat je verkoopt en wat je niet verkoopt. Ja, ik denk 2 dingen. Wat ik bijvoorbeeld lastig vind... ik heb heel lang samenwerking met Dyson gehad. Dat zijn luchtreinigers. En daar heb ik er 3 van in mijn huis staan... Maar die zou ik nooit als consument zelf 3 van kopen. Dat is gewoon veel te duur. Dus daar zit wel een soort van... wel moeilijk. 1? Wel 1? Wat zeg je? Zou je er wel 1 van kopen? Ja. In mijn eigen slaapkamer. Ja, in alle eerlijkheid wel 1. Maar ik blijf dat dan inderdaad verkopen. En dan soms denk ik, ik heb het gekregen, dat product. En ik krijg ervoor betaald. Maar mijn volgers stimuleer ik eigenlijk om het te kopen. Dus dat voelt dan niet helemaal zuiver. Eentje weggeven, wordt hier gezegd. Ja, maar er staat nu wel ook 1 in de kamer van mijn dochters en 1 in de kamer van mijn zoon. Dus welke? Die van mezelf dan misschien weggeven. Maar en een ander dilemma wat ik had, is ik heb bij mijn tweede kind wasbare luiers altijd gedaan. Omdat ik heb ook inderdaad wel een hart voor probeer daarin duurzame keuzes te maken. Voelt soms een beetje hypocriet in een wereld waarin ik wel producten aanprijs. Maar daarvan probeer ik dan voor mezelf een keuze te maken in zo duurzaam mogelijk. Maar goed, wasbare luiers. Met mijn derde met succes gebruikt. Nee, bij mijn tweede met succes gebruikt. Was ook heel vroeg zindelijk. Dus ik was eigenlijk fan, maar bij mijn derde sloopt er toch weer in om wegwerpluiers te gebruiken. Dus toen zat ik ook met ga ik dit delen online? Of ik heb ook een collectie wasbare luiers uitgebracht. Dus daar was ik echt het boegbeeld van geworden. En nu ben ik benaderd door Pampers voor mijn 4e. Voor een jaardeal. Ze willen je op de voet volgen. Ja, maar goed, een jaardeal. Ik ga dit jaar ook met verlof. Ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer. Ik krijg verder geen verlofregeling. Dus dat zijn dan wel afwegingen die ik moet maken. Van, oh ja, ga ik dan wel weer de wegwerpluier promoten en neerzetten. En al mijn volgers zijn er ongeveer 66.000. Ja, stimuleren om wegwerp te gebruiken. Terwijl ik eigenlijk zelf geloof in wasbaar. Dilemma. Dus wat vinden jullie? Doe je... Wat moet ik doen? Ik denk dat ik er ongeveer 20.000 euro mee kan verdienen. Wel wasbaar. Oké, hier unaniem voor wasbare luiers. Helaas, 20 miljoen. Die gaat exit. We gaan het meemaken, hè? Gewoon volgen. Ja. Maar voor nu wil ik graag eerst iedereen heel erg bedanken. Judy Veerman, Kees Stad, Nina Pierson, Diederik Koopal, Marian Donner. En een hele fijne avond.